Voetballers zitten diep in de schulden. Sommigen hebben zelfs problemen om een nieuwe licentie te krijgen voor het volgende seizoen. De verwachte transfer- en sponsorinkomsten bijvoorbeeld mogen niet meer worden opgevoerd op de begroting. Veendam heeft niet direct begrotingsproblemen. Ze komen wel wat tekort en dus moet er ook bij Veendam een klein beetje worden bezuinigd. En dat heeft voor een aantal spelers consequenties. Zoals bij de meeste clubs in de Gouden Gidsdivisie moet ook BV Veendam bezuinigen. Salarissen moeten dus naar beneden. Voor Arjan Blauw en Armand McAndrew betekent dat dat voor hen ontslag is aangevraagd. Of ze ook volgend jaar nog aan de lange leegte spelen is onzeker. En als dat gebeurt, moeten ze in elk geval wel financieel inleveren. Ja, kijk, je krijgt ontslag. Dus dat betekent dat je, ja, dat je toekomst onzeker wordt. En dat is gewoon het punt natuurlijk. Je weet niet waar je naartoe bent. En ja, ik denk dat je daar, dat ik daar het meeste mee zit. Dus dat ik niet weet waar ik aan toe ben. En voor volgend jaar vind ik dan, dat weet ik dus niet. En ja, ik zal toch verder moeten kijken en hopen dat ik volgend jaar gewoon ergens speel. En of dat bij Veendam is, zou mooi zijn. Maar als het ergens anders is, dan ja, dat zou ook niet verkeerd zijn natuurlijk. Ik had gehoopt, en daar hoop ik natuurlijk nog steeds op, dat ik zelf kan bepalen van, ja, ik sluit nu mijn carrière af. En maar zoals het dus nu ligt, kan het dus ook anders zijn. Want of er voor het tweetal en ook andere spelers van wie het contract afloopt nog plek is bij Veendam is nog maar de vraag. Met het aantrekken van een aantal nieuwe spelers moet de huidige selectie zich nu gaan bewijzen. We hebben al 13 spelers onder contract van onze eigen groep. En daar komt Clementia al bij. Hè. Rick Slaughter hebben we kort geleden rondgemaakt. Kortom, een aantal mensen mogen zich wat zorgen gaan maken. We zitten dan op 15, 16 mensen, dus er zijn nog 4 tot 6 plekjes vrij. En daar moet maar voor gestreden worden. Blauw en McAndrew willen niet kosten wat het kost betaald voetbal blijven spelen aan de lange leegte. Dat hangt af van de aanbieding van Veendam. Nou, als de aanbieding mij te laag is, dan, ik bedoel, dan zou ik er niet op ingaan. Het is allemaal onzeker en ik wil gewoon volgend jaar gewoon nog betaald voetbal spelen. En dan lijkt me het logisch dat je ook om je heen kijkt. Het is gewoon een cao-kwestie en Korte is er nog niet uit. En wij willen nog eens even ten aanzien van het financiële plaatje willen we nog bepaalde dingen afwachten. En dat is gebruikelijk.